Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij u informatie en updates over de COVID-19 pandemie die Suriname en ook de wereld in haar greep houdt. Bij de opname van dit programma is het aantal COVID-19 positief gevallen 168 en daarvan zijn 157 actieve gevallen. 241 personen zijn momenteel in quarantaine. En we hebben helaas 2 doden te betreuren. Later op de dag is de kans groot dat het aantal positieve gevallen verder gestegen is. Nou, vandaag hebben we een gast in de studio, zoals elke aflevering. En dat is de heer Rudy Douarkasing. Hij is medisch directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Met meneer Douarkasing gaan we praten over de recente zorgwekkende ontwikkelingen rond COVID-19. Welkom in de studio. Dank u. Hoe gaat het met u? Best dank u. Meneer Rudy, een vraag, een persoonlijke vraag. Hoe ervaart u deze COVID-19 pandemie persoonlijk? Hoe gaat u ermee om? Laat me zeggen, ik zat een van die dagen erover na te denken hoe lang dit nou gaande is. En als we uitgaan van vrijdag 13 maart, zijn we morgen al 3 maanden. Verder. Verder. Yes, klopt. Het heeft een enorme impact. Ook op mijn, thuis. We hebben een aantal strikte maatregelen. Ik heb thuis 2 zoons die thuis blijven. De een volgt wel zijn lessen online, de andere blijft thuis. Maar er zijn stringente, misschien een beetje overdreven hoor, veiligheidsmaatregelen. Ja. Deurknoppen moeten elke dag schoongemaakt worden, afgenomen worden, telefoons, noem maar. Ja. Ook als ik thuis bijvoorbeeld aankom, hoeft niemand mee van dichtbij te komen groeten. Okay. Hoe je draait of keert, ik zit in de zorg en we hebben regelmatig contact met mensen en het staat op niemand of op zijn of haar voorhoofd geschreven dat hij positief is. Dus ik kom thuis en alles blijft in de auto, mijn tas, mijn horloge, mijn portemonnee, mijn pen en ik ga rechtstreeks naar een aparte douche. Okay. Ik neem een volledig bad. Daarna ben ik beschikbaar, maar er zijn ook andere maatregelen die we thuis hebben getroffen hoor. Ook al wonen we met z'n vieren in het huis, we houden onze afstand. Mijn vrouw en kinderen die gaan helemaal niet uit huis. Okay. Ik zei laatst, hoeveel maanden heeft die auto van jou niet gereden? maar we houden die afstand. Ook al is het nog zo safe, je moet. Dus op dat microniveau hebben we al die maatregelen getroffen. Okay. En dan denk ik dat dat toch wel een boodschap moet zijn voor alle mensen in principe, voor zover mogelijk. Okay, en u zegt uw vrouw en uw 2 zonen die blijven dus in huis. Zij gaan helemaal niet uit huis. Hoe doet u dan boodschappen? Gaat u dat doen? Ik deed de boodschappen al een tijdje vanwege omstandigheden thuis. Maar daar is er nou, strikte regelgeving in. Ik probeer dat eens per 2 weken, eens per week te doen, voor zover mogelijk. Maar we gaan niet uit huis voor een mangieblokje, Om het zo zeggen. Okay. Eigenlijk gebruiken we wat in huis is. Ja. Wat er niet is, jammer. Ja. Ja. Okay. Dat is ook een nieuwe manier om te leren leven, hè? Ja, zeker. Okay, we gaan even praten over de werksituatie van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Hoe ziet dat er momenteel uit? Kijk, vanaf de maatregelen zijn afgekondigd door de overheid. Moeten wij ons houden aan die maatregelen. We hebben een aantal veranderingen doorgevoerd in de bedrijfsvoering. 1. Chronische patiënten die regelmatig hun medicatie, zij het spuitje moeten krijgen, dat gaat gewoon door. Maar we proberen daar zoveel als mogelijk op een afspraak manier de boel te verzorgen, om het zo oneerbiedig uit te drukken. De mensen komen regelmatig. We hebben tent voor hen laten opzetten. We doen aan tempmeting. Als er gevallen zijn waarvan we zeggen we vinden dit niet in de haak, komt er een verpleegkundige die ook nog een anamnese afneemt. Bent u recent in het binnenland geweest of uit het buitenland gekomen? Bent u koortsig, et cetera, et cetera. Ja. Dus de screening. De dienstverlening gaat door. Alle CITO's worden ook nog geholpen. We hebben een schema ontworpen waarbij elke dag 2 psychiaters verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken. We hebben een speciale telefoon aangeschaft vanwege efficiëntie. Dan hoef je niet via een centrale te bellen met een doorkiesnummer, et cetera. Ja.
En dat nummer is bekend bij de huisartsen, de eerste lijn. En zodra er CITO's zijn, dan worden die sowieso geholpen. Ja. Oké, wat voor impact heeft de situatie op de geestelijke gesteldheid van de mens en van de samenleving? Kijk, dit is niet normaal. Ik kom hier, overal zie je mensen met een mondkapje. Eigenlijk eng. Is de new normal, zeggen ze. Ja, eigenlijk eng. Ik kwam laatst ergens en mensen zeiden, dag dokter. En dan moest ik echt fronsen en kijken wie dat nou is. Want je herkende mensen niet. Dit is geen normale situatie. Kijk, wanneer een stukje abnormaliteit zich voordoet in die samenleving en het duurt een week, daar is het te behappen. Ja. Maar we zijn al maanden verder. En het punt is, we weten niet waar we naartoe koersen. Ja. Onzekerheid, dat geeft een hele hoop klachten. Mm-hmm. Dat geeft angstklachten, et cetera. Daar komen we straks op terug natuurlijk. Maar dit is niet normaal. Dat ook een van de dingen wat heel erg speelt, is dat sociaal contact. Klopt. Sociaal contact is eigenlijk belangrijk. Heel erg belangrijk. Als mens zijnde heb je je sociale contacten. Het gaat om de liefde en de warmte. Mooi. En wij Surinamers nog meer. Overal waar je komt, Bosibrasa, klopt. In ieder geval een handdruk. Vanuit mijn praktijk is het die patiënt een hand geven. Dag mevrouw, loopt u naar binnen? Mag u gaan zien? Het is ook een vorm van beleefdheid. Ja, maar dat is er niet meer. Een schouderklopje. Ja. Dat is er niet meer. Wat doen we? En dat leidt tot allerlei nare sensaties in onszelf. Waar mensen gewend waren, het sociaal contact, de een iets meer, de ander iets minder. Vrijdagavond een get-together te hebben. Ik heb regelmatig mijn groepje waar we vrijdagavond zitten en kletsen over alles en nog wat. En een hapje eten en iets drinken. Maar dat is allemaal komen weg te vallen. En dat zal zijn tol eisen. Dat zal zijn weerslag hebben op het functioneren. Waarom zegt u dat? Dat het tol zal eisen? Het zal zijn tol eisen, omdat, zie het als een boog, die boog is constant gespannen nou. Okay. Je komt niet tot rust, je komt niet tot nul. Ja, okay. Je blijft, ook al ga je, zeg je met je man dat je het rustig aanneemt en rustig doet en je kan de situatie overzien. Het speelt wel, zeker. Ja. En daardoor, door deze stress die er is, gaan er allerlei klachten ontstaan bij mensen die daarvoor vatbaar zijn. Gelukkig niet bij iedereen, maar een aantal mensen kunnen daar zeker last van krijgen. Klopt. Nou, we merken dat heel veel mensen agressief kunnen zijn. Is dit te verwachten en hoe kan het aangepakt worden? Kijk, agressie is misschien een uitingsvorm van de gedragsproblemen die zich voordoen. Maar er zijn ook andere problemen die zich voordoen. Zoals? Slecht slapen, snel geïrriteerd zijn, geen zin hebben om iets te doen. Ja. En maar gedemotiveerd ook, raken. Ja, heel erg gedemotiveerd zijn. Lijken alsof je lusteloos bent, geen plezier hebt, et cetera. Maar ook... Is het een vorm van opgeven, dat men opgeeft? Nee, dat zijn in principe normale reacties. Mm-hmm. Wanneer dit soort stresserende omstandigheden langere tijd zich voordoen. Mm-hmm. En dat is een normale reactie in principe. Maar je moet weten, één, je moet weten dat het normaal is in deze situatie. En twee, dan moet je kijken wat je ermee kunt doen. Yeah. En dat kan wel. En hoe kunnen mensen hun angst in toom houden? Hoe angst kunnen ze dat doen? Angst is een heel lastig ding. Om die angst in te tomen, laat me dit ervan zeggen, zou je een aantal stappen moeten maken. Eén, je moet weten eerst dat deze reacties het gevolg zijn van die absurde situatie. Ja. Toch? Eerst. Twee, dan ga je analyse voor jezelf maken. Wat gebeurt er nou precies met mij? Hoe zit het met mijn huishouding? Ik kan me voorstellen als iemand, een alleenstaande vrouw, nog met vier kindertjes thuis zit en er moet brood op de planken en ze kan niet gaan werken. Dan begrijp je dat het allerlei reacties met zich meebrengt. Hoe kan je controle krijgen waar je het dreigt te verliezen? Mm-hmm. Hoe kan je weer controle krijgen op een aantal facetten van het leven? En dat is heel erg belangrijk. Ja. Een van de maatregelen zoals thuisblijven en 2 meter afstand. Ze lijken makkelijk, maar zijn voor velen moeilijk, erg moeilijk om dat gewoon in stand te houden. Die maatregelen, die voorzorgmaatregelen in acht nemen. Hoe komt dat? Je bent het niet gewend. Mm-hmm. Dat is niet de norm geweest. We hebben nu een afwijkende norm. 2 meter afstand,
niet meer dan 5 mensen, heb ik begrepen. En we moeten ons allemaal laten leiden door de regels van het Nationaal COVID Management Team. Hè. Ja. Dat is niet normaal. Ik ga u een gek voorbeeld geven. Mijn kleindochter wordt morgen 1 jaar. Maar ik kan er niet zien. Nee. Omdat wij ook zelf die maatregelen hebben ingebouwd. Ja. Maar dit abnormale zorgt ervoor dat er allerlei stresssituaties ontstaan. En daarmee ook gepaardgaande aantal stressverschijnselen. Okay. En het zijn niet alleen maar die dingen die ik al eerder heb opgenoemd hoor. Slecht slapen, geen zin hebben in iets. Maar het kan zich ook vertalen in allerlei lichamelijke klachten. Maagpijn, rugpijn, buikpijn, hoofdpijn, nekpijn, noem maar wat. Ja. Het kan een aantal lichamelijke verschijnselen. Dus die angst kan leiden tot een aantal lichamelijke klachten. Zoals u zegt, uw kleindochter wordt morgen 1 jaar. En dit is de periode waar mensen zich moeten afzonderen van anderen. Maar hoe kan ik dan nog positief blijven? Hoe kan ik dan nog het contact houden? Oké. Contact houden tegenwoordig is het een heel, redelijk makkelijke tijd om via WhatsApp, ik ben niet zo goed in die materie thuis hoor, maar WhatsApp en videocall en noem maar wat. Blijf contact met je dierbaren onderhouden. Ik las ergens een artikel dat iemand zei dat hij nooit van zijn leven zoveel had gevideocalled. Ja, klopt. Toch probeer dat sociaal contact wat er altijd is geweest op die manier. Mm-hmm. Er zal nog een periode aankomen sowieso waarin we teruggaan naar echt dat fysieke weer. Maar voor dit moment probeer dat sociaal contact met mensen te houden. Ja. Dat geeft ook een ander gevoel. En voortvloeiend vanuit dat sociaal contact kan je misschien nog iets betekenen voor somebody. En dat geeft je een stukje voldoening. Te midden van die hele negativiteit en ellendige situatie kan dat je een stukje voldoening geven. Als je voor oma op afstand wat levensmiddelen stuurt of een soepje brengt, snap je? Ja. Dat geeft weer een voldaan gevoel. Waardoor weer een stukje positiviteit optreedt te midden van die grote ellende die er is. Als we het hebben over de explosieve groei van de COVID-19 geïnfecteerden. We hebben het eenmaal over angst. Als je eenmaal in een situatie bent waarbij je angstig bent, denk je wel aan het positieve? Komt het op? Vaak niet. Het wordt, die angst overschaduwt alles wat er nog is. Er zijn ook wel nog positieve dingen. Mm-hmm. Ik bedoel dat mensen nog elke dag een bordje eten hebben en een dak boven hun hoofd hebben, et cetera. Er zijn, maar het wordt overschaduwd door de negativiteit, door die angst. Ja. Waardoor men niet geneigd is te kijken naar die positieve dingen. Maar er zijn best wel positieve dingen. Als, u bent dus medisch directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Op dat gebied, waarvoor zouden we nu in deze situatie dankbaar voor moeten zijn? 1. Dat er een aantal maatregelen zijn getroffen om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in te dammen. Mm-hmm. 2. We zouden zeker moeten kijken naar de positieve dingen, de zegeningen die er zijn op dit moment. Het is nog, zoals ik dat heb begrepen van de infectiologen en de epidemiologen, is het nog beheersbaar. Mm-hmm. Toch? Dus het is niet uitzichtloos. Okay. En dat moet men vastpakken om te zeggen, luister, we komen ook deze piek overheen een dagje. Ja. Of het nou 2 weken duurt of 3 weken, ik weet het niet, ik wil daarover ook geen uitspraak doen. Maar blijf houden in je achterhoofd dat dit over zal gaan als we allemaal meehelpen om de regels die zijn voorgesteld om die na te leven. Klopt. Oké, heeft het PCS projecten om de samenleving te ondersteunen in deze periode? Jawel, we zitten elke dag ermee. We hebben een bepaalde verantwoordelijkheid naar die samenleving toe. Mm-hmm. Inmiddels zijn al een paar, 2 artikelen verschenen, een week of 2, 3 terug. Mm-hmm. We hebben gisteravond 2 artikelen helemaal geredigeerd, helemaal puntjes op de i gezet. Dat gaat, ik denk, vandaag nog de deur uit. Kijk, laat me ook zeggen, laat het verdelen in een paar sectoren. Ik heb het gisteren ook aan een ander medium gezegd. We hebben de groep van de mensen die corona-positief zijn. Ja. Daar krijg je natuurlijk angst, onzekerheid. Dat geeft allerlei lastige reacties. We hebben de groep van mensen, normaal de doorsneeburger, die eigenlijk, het ging wel, er waren geen noemenswaardige psychische dingen. Mm-hmm. Maar die kan nou ook wat klachten gaan ontwikkelen.
En dan heb je een derde groep van de psychiatrische patiënten die het al moeilijk hadden, bijvoorbeeld iemand die een depressie doormaakt, dat het erger kan gaan worden. Dat is een andere groep. En zo, en dan heb je nog een vierde groep, dat zijn onze zorgmedewerkers die in de frontlinie staan. Ja. Ik begrijp, dat is geen makkie. Nee. Als je ook geluiden hoort dat mensen uit de zorg nu ook positief zijn, dan is dat ook een hele kwetsbare groep. Wat wij hebben gedaan, wij hebben een beleid uitgestippeld. We gaan de komende 2-3 weken een aantal artikelen gefocust op deze vier groepen. Mm-hmm. De deur doen uitgaan. Ik denk dat het weekend al 2 artikelen de deur uitgaan. We zijn nu drukdoende met de infectiologen om een elektronisch hulpverleningssysteem op te zetten voor de mensen die COVID-positief zijn. Mm-hmm. En opgenomen zijn in Wanica ziekenhuis of in Residence Inn. Waarbij we dan online de mensen gaan spreken en kijken of we iets voor ze kunnen betekenen. En ik denk dat we binnenkort ook open gaan voor de samenleving, dat er een telefonisch spreekuur komt als er vragen zijn bij de doorsneebevolking. Ja. Dat die kunnen bellen, een soort vragenuurtje van hey, hoe zit het daarmee, ik voel dit, ik heb dat, hoe kunnen we dat oplossen? Is dat nummer al bekend? Nee, nog niet. Ik heb net vanochtend om 7 uur de eerste bespreking gehad. Geweldig. Maar ik denk dat we het vandaag nog proberen af te ronden. Oké, en waar kan ik zijn voor die informatie? Hebben jullie een website? We hebben een website. Wat is jullie website? Een website. De naam van jullie website? www.pcs.sr. Oké, en dan kan ik daar alle updates vinden, alle informatie. Ja. En we hebben ook een Facebook page. Oké, geweldig. Wat verwacht u van het natraject van deze pandemie? Heeft u verwachtingen? En wat zijn die? Als we even kijken naar hoe het in andere landen is gegaan, dan zijn er enorm veel naweeën, mm-hmm. in psychisch opzicht. Ik praat niet over de lichamelijke dingen. Nee, nee. Ik lag een artikel vanmorgen dat mensen met loopproblemen en longproblemen, langdurig, daarover ga ik me niet uitlaten. Maar het kan leiden tot een aantal psychische ziektebeelden. En een van de dingen is een PTSS, een posttraumatische stressstoornis. Mm-hmm. Want dit moment wordt als zeer traumatisch ervaren. Maar goed, we zullen daar ook een stukje beleid op maken en proberen daar die helpende hand te bieden. Yeah. Waarvoor we in principe in die samenleving staan. Oké. Wat voor boodschap heeft u voor de samenleving op dit gebied hoor? Schroom niet. U mag naar de camera kijken. Schroom niet. Ik denk dat uw huisarts een hele belangrijke rol in dit speelt. Mm-hmm. In dit geheel. Mm-hmm. Mocht er iets zijn wat u niet vertrouwt of wat u niet bekend was voorheen, maak contact met uw huisarts. Als de huisarts het verder nodig vindt om gespecialiseerde hulp te zoeken, dan ligt het aan de huisarts. Maar maak zeker contact met de huisarts hierover. Okay. Dat is heel erg belangrijk. En dan heb ik het over geen dingen die je niet gewend bent bij jezelf, maar ook bij een familielid of een buurvrouw. Buurvrouw of kinderen thuis of oma of iemand in de familie, want je hoort die verhalen toch wel. Van hij slaapt niet en waar ik ook zeker voor iets over moet zeggen, dat is alcohol en drugsgebruik. Probeer dat helemaal te minimaliseren. Okay. Heb een goed slaappatroon, ga op tijd slapen. Je moet structuur hebben. Van ik ga 's morgens dit doen, ik ga dat in de tuin doen, daarna een uurtje op de computer, et cetera, et cetera. Heb een normale, laten we zeggen, goed afgewogen dagstructuur, dag-nachtstructuur. Ga op tijd naar bed. Nou, bedankt voor uw komst naar de studio. Het belangrijkste is dat inderdaad als je een verandering merkt bij jezelf of bij iemand van jou in de buurt, dat je dat gewoon doorspeelt en zo beschermen we elkaar. Ja, zo helpen we elkaar. Bedankt voor uw tijd. Ik ben blij dat u even bent geweest. Ik wens u sowieso een veilige dag verder en ik hoop dat ik u nog een keer kan spreken. Graag gedaan. Ja? Nou kijkers, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van ATV COVID-19. Blijf de voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Als je naar buiten gaat, naar de winkel, doe jouw mond- en neusbedekking aan en hou 2 meter afstand. Ik wens u ook een veilige dag verder. Tot de volgende aflevering.